Oké, welkom bij de tweede game, tweede rondepartij. Met Subutai en Ashtar. Kijken nu vanaf de kant van Ashtar. Ja, die is nou host. De eerste gewonnen. Hij heeft gekozen voor de map Kunma Field. Wat tevens de derde. Ja, dus mocht deze nog een keer gespeeld worden, dan wordt het nog een keer Kunma Field als het 1-1 wordt. Ik vind het trouwens weer een bijzondere update van Inodachi Samurai. Hij heeft 16 melee attack. Extra charge, extra melee defense. Oh, ja. Snap ik ook niet helemaal. Ik moet ze beter onderwijzen in de lessen van unit upgrades. Gewoon weggooien en helemaal opnieuw beginnen. Als je level 7 Nodachis hebt en ze hebben geen 24 attack of 22 zonder Blade Master dan doe je iets fout. Dan kan het zijn dat die doe je zeker iets van. Dan kan het zijn dat hij dus wel Untrained Hugo tegen heeft en geen Blade Master. Maar ja, dan had je alsnog wel 18 of zo moeten. Ja. Daar staat er ook zoveel van. Katana Samurai met 14 attack. En ze hebben upgrades in. Even kijken wat ze dan hebben. Nodachis. Charge, defense. Denk wel 2 in attack. 1 keer in defense en charge. En waarschijnlijk speed of zo? Of deep resistance? Maar heeft zijn generaal nog geen moraal boost? Nee, die heeft ze nog niet inderdaad. Maar er kan ook infantry officers zijn. Nee, 1 punt dan is moraal. Ja, klopt. Bij Subotai zien we weer uiteraard zijn. Pogen. Ja, 95 reload. Ziek. Inderdaad, Banzai, Firecap. Firecap. Hold firm dan net de Monkev. Vanilla Mistful Kashikaru. Kashikaru. Increased range. Geen hold firm, Cap. Die wel opgezien. Ben je nou Dutchies waar ik denk van waar heb je die upgrades in zitten? En weer de Tetsubo Warrior Walk Hero. De Divine Comedy heeft hij. Divine Comedy 2. En heeft hij er nog eentje? Stuk van Dante. De namen die geeft. Even mijn literaire kennis laten. Nee, ik lees helemaal geen boeken, vakboeken. Inderdaad, dat hoor ik graag. Nou, de boot is in ieder geval een slag, die een beetje in de bosjes staat. Deze map is altijd de workshop waar mensen naartoe gaan. Het is gewoon duck die je wil, denk ik, het belangrijkste. Inderdaad. Ashtar stuurt nog wel 2 cav units richting de farmhouse. Maar ik weet niet of die gaat cappen. Ik zou die meer. En hij blijft nog stilstaan voor de. Bijzonder. Ja, hij gaat niet naar de workshop. Ik zou nog wel iets dichterbij zetten dat je in ieder geval alles voor de workshop in range zet. Hij heeft allemaal boos ook. Geen matchstocks, Ashtar. En terwijl Subutai gewoon kan in de bos kan niet blijven staan, dus ja. Ashtar moet trouwens ook aanvallen, dus die moet wel wat gaan doen. Dat denk ik weinig gezien. Bojin heeft nu slechts 17 kills. Ja, in de bossen. Maar in die bow cav wordt wel behoorlijk afgemaakt. Terwijl die Bojan nog 0 losses heeft. Toen wordt eigenlijk een klein beetje in de rode lijn, ja, met een link zetten. Dus. Nou, dit kan nog. Nou, bijzonder. Zwak moraal van zijn al shaken. Een beetje lag. Wie zijn al shaken? Die van Subotai in de bossen daarachter. Omdat ze zo ver van de generaal zijn, zijn attendants. Ja. En een superior of force, zou maar zeggen, in de buurt. Ja. In de bossen daar verderop een light cav van Subotai. Die gaat die waarschijnlijk in de rug van die Aganata Monk cav chargen. Hidden units, my lord. Treacherously meant to ambush us. Ik weet niet of dat Ashtar heeft geen speer. Ja, 1 speer. Dan denk ik dat Samurai die vrij ver van die katana staat. Is niet echt genoeg om te supporten. Inderdaad. Het is een katana cav hoge level, een jaren cav en een Monk cav van Hilla. Het valt me op dat Super Thijs Longyari S wegtrekt. Wel nog aardig dat cav vervecht is. Ja. Had
iemand leuk kunnen supporten. Ashtar doet zijn generator bij om waarschijnlijk rally te doen. Yep. Net buiten range die Nagatomonk heeft. Our men are running from the battlefield. Shameful display. Ja. Catfight is gewonnen door Super Time. Alleen, ik weet niet wat hij met zijn boos doet. Hij loopt veel te ver naar voren. Hij schiet op units in de bossen, terwijl hij veel beter op die matchlocks daarbij de workshop kan schieten. We hebben nog gevecht dus op twee flanken. Hij is nog steeds die Kev in gevecht staan. Subotain. Ja, dat is een Kev. Ashta moet snel zijn bodyguard naar het gevecht halen. Oh, nou, hangt net de Warrior Kev van Ashtar die in speer komt. Oh, hij klikt door tot aan de matchlocks, maar lukt niet echt. Ja, hij heeft een bowgen, hè, weinig moraal op zich. Ja, en hij heeft nou rally gedaan en hold firm. Subota heeft een monk even hold firm daar nog in de bos gehad. Our men are running from the battlefield. Shameful display. Bodyguard van Ashtar wordt volgens mij beschoten door de bowgen van Subotai. Nou, volgens mij schiet hij meer op die katana samurai die erop aan de charges zijn. Nou, in eerste instantie schoot hij wel op die generaal. Heb je de Warrior Monk, hè? Ja, ja. Subotai's Firecap is wel een beetje verloren tegen. Ashtar is bijna al zijn melee kwijt. Eén katana samurai en boven nog een Naginata samurai en twee bows. Dan gaat Samurai eens even weg om nog iets te kunnen doen. Ja. Die boos hebben nu 3 en 6 kills gedaan. Dat is wel echt een verspilling van het geld. Terwijl je, als je deze map zelf mag kiezen, dan is het gewoon een enorm slechte keuze als je het neemt. Ja. Ja, daar hebben ze gewoon niet echt over nagedacht. Of heeft hij? Waarschijnlijk. Dat zeggen ze. Nou, we kunnen eigenlijk wel concluderen. Our men are running from the battlefield! Shame for this play! Ja, Subotai gaat door naar de volgende ronde. Akinata Samurai, Wavering met nog 75 man over ofzo. En daar komt hij tegen Case van G. Nou, dat zou wel een mooie battle worden, denk ik. Our general has been injured, my lord. Geen kans, hè. He lives, but must leave the battle. Nou, nog eventjes de stats. Deze ronde zeer weinig deployed door zowel Ashtar als Subotai. 80 en 846. Ja, het stond ook op minimum unit size, dus. Oh ja, natuurlijk. Daar hebben we weer niet op gelet. Nee, dat mag wel. Dat is niet, staat niet in de regels, dus. Oké. Subotai, dubbel. Ja. Ja, dat is vrij duidelijk. Oké, ja.